Welkom bij een nieuwe aflevering van Vult Rollercoasters. We zijn in Italië, we zijn vlakbij Milaan in Pompia Safari Park. En het park is geopend in 1976 en telt maar liefst 2 achtbanen. En ook één die splinternieuw is dit jaar, in 2023 geopend. Kom straks op terug. In de verte kunnen we al zien al een beetje. Daar zien we het pretparkgedeeltje. Zover ik weet, dit park is een beetje hetzelfde als Safariland Stoekenborg. Als je nog niet gezien hebt de video, kijk hem eventjes. Voor mij is hetzelfde idee, het is inderdaad een safari plus pretpark. Maar ik denk dat het meest kunt vergelijken, ben ik alleen niet gefilmd, ben ik wel geweest in West Midland in Engeland. Je hebt de safari waar je door kunt rijden dus, maar ook attracties. Maar attracties moet je ook apart voor betalen nog. Dus je moet en voor de safari betalen en voor attracties nog. En dat geldt hier ook een beetje hetzelfde. De safari boeit me helemaal niks, ik vind dat helemaal geen donder aan. Dus ik hoop een beetje dat voor elkaar krijgen dat ik misschien toch alleen attracties kan doen. Wat ik begrepen had, waren voor mij 6 attracties een tientje. Ofwel 6 ritten, en ik weet niet of één rit geldt dan, of inderdaad voor een bepaalde attractie 2 ritten moet betalen, dat weet ik niet precies. Anders wordt het een duur grapje, want het kost maar liefst, eens even kijken, €24. En dan moet je ook voor attractie betalen, en dat betekent dat je €34 ongeveer kwijt bent voor 2 achtbanen. Dus ik hoop dat het niet hoeft, dat ik gewoon naar binnen kan en van de attractie kan gaan, dus we gaan het afwachten. We doen een half uurtje wachten nog, mijn eerste, het is een maandag, dus het heeft ook geregend. En dan gaat ze ook weer regelen, dus ik hoop dat de achtbaan open zijn en dat ik ze ook kan doen. Anders ga ik ze niet er binnenin, dus neem jullie mee hier in Pompia Safari Park, vlakbij Milaan. Nou, we zijn binnen. Even een tip, als je niet die safari wil betalen, in ieder geval, ik weet niet of het altijd werkt, maar vlak voor de intro waar je inrijdt, heb je toiletten, heb je een paar parkeerplaatsen. Parkeer daar je auto en loop gewoon sneaky langs het kampeergedeelte naar binnenin. Want de pretpark ligt gelijk links. Niet zoals een knoetenbocht waar ik ben geweest, als je video hebt gezien. Moet je echt inrijden om daar te komen. Hier kun je echt gewoon stiekem inlopen. En dan loop je tegen het pretpark in. En dan blijf je gewoon hier. Dat heb ik ook gedaan nu, dus ik ben binnen. Dus ik heb niks betaald. Attractie moet dus wel betaald worden. Ik heb al geïnformeerd eventjes. Je hebt dus een 10 rittenkaart of een 6 rittenkaart. Die kost €10. En losse single rides kosten €3 per rit. Maar ik kom alleen voor 2 achtbanen, dus om 4 te besparen doe ik gewoon 2 ritjes. Maar je kunt dus een 10 of 6 rittenkaart kopen voor een tientje. Dat valt best wel mee, moet ik zeggen. Ik heb het al een rondje gelopen al. Het gaat helaas pas om 12 uur open. Net als Knoetenborg. Nou, gelukkig had ik in Knoetenborg echt een mega strak scheer, maar heb ik vandaag gelukkig niet. Dus ik heb nog wat speling nog. En toen zag ik nog maar 1 ander park nog, dus ik heb nog wat speling. Alleen het gaat wel regen straks. Maar ik heb net even een manager gesproken net en die zei dat het wel open gaat. Dus ze gaan hem iets eerder opengooien voor mij. Dat ik sowieso voor de regen en onweer, dat gaat ook nog komen namelijk, hem kan doen. Dus zo gaan ze allebei open. En dat ziet er netjes uit, die nieuwe achtbaan al, die TNT Train, die laat ik je zo even zien. En dan neem ik even midden het park. Het is dus een heel groot safari park. Ik wil helemaal met de auto erheen rijden. Ik zal zo je plattegrond laten zien. En nog een stukje met een treintje. En verder heb je best wel een groot pretpark. Het is een groter pretpark vind ik dan Knoetenborg in Denemarken. Het is een beetje te vergelijken inderdaad met een safari als Stoekenborg. Dus. Maar hier kom je gelijk in het park al terecht. Je komt daar rijden naar binnen in. En dan met die hutjes daar, dan heb je een klein padje. En dan loop je langs het safari gedeelte of langs het camping gedeelte. En dan kun je zo naar binnen in sneaken. En dan ben je in het park hier. Schuld me weer €24. Hij is nu nog dicht, dus er is ook vandaag echt niks te doen. Ik heb nog geen enkel iemand gezien hier. Dus op dit gedeelte hebben we niet zo heel veel. Het is echt puur de andere kant. Daar gaan we nu naartoe. Maar er staan namelijk ook de 2 achtbanen. En 2 credits voor je. Het ziet er best wel netjes uit, moet ik zeggen. Maar het doet wel inderdaad heel veel denken aan Knoetenborg in Denemarken. Qua decoratie zo lijkt het echt precies op. Dus dat is echt wel mee te vergelijken. Dus kijk die video even, dan weet je precies wat ik weer bedoel. Alleen daar moest ik toch €40 betalen om 1 achtbaan credit te pakken. Nou hier, tot nu toe heb ik nog geluk nog. Dus als goed is maar €6 voor 2 achtbaan credits. Dat is ideaal. Maar ik al zei, ligt een uur van Milaan af. Dus als je een keer in Milaan gaat. Maar ik al zei, Europark Milaan is een leuke toevoeging om mee te gaan. En dan pak ik dit ook gelijk mee. Dus dat gaan we ook doen. Ik ga gewoon de andere kant op. Laat ik je duik even alles even zien. Nou, we gaan naar de andere kant van het park. Nog een leuke Lion King draaimolen. En dan het mooiste van het park gelijk wat tegenkomen. Een splinternieuwe achtbaan. Althans, ik weet niet zeker of het splinternieuw is, denk ik wel. Of hij is tweedehands gekocht en opgeknapt. Durf ik even niet te zeggen. Maar dat is de allernieuwste achtbaan van het park. Dit jaar geopend in 2023. Een TNT train. Gebouwd door Technical Park. En ik heb nog niet veel achtbanen gedaan van Technical Park. Althans, ik kan niet echt niet één herinneren eigenlijk. Meestal maken ze van die thrill rides, zoals je vaak gezien hebt bij mij op de video's. Bijvoorbeeld die... in Skyflyers en dat soort dingen allemaal. Hij ziet er best leuk uit, moet ik zeggen. Best wel een hoge achtbaan ook. Mooie kleur ook. Het ziet er tof uit. Volgens mij, als ik me niet vergis, volgens mij heb ik 1 eerder zulke achtbaan gedaan. Exact hetzelfde volgens mij ook. En ik weet niet zeker of dat Technical Park was, maar dat was de achtbaan in Kingoland in Frankrijk.
Volgens mij hadden we ook een technical park bij Hof. Ik weet niet helemaal zeker, maar in ieder geval Caleo leek hij er heel veel op. Maar Caleo leek ook een beetje op de achtbaan in Le Fleury. Als je even de video nog weer terugkijkt van de mini Frankrijk trip. Hij is een hele illegale achtbaan waar je inderdaad gewoon je hand doorheen kan steken op de kettinglift. Dat lijkt ook een beetje op Disney layout, alleen dat was een ander merk, maar het ziet er echt mooi uit. En ook gelijk de tweede achtbaan van het park. De Big Apple. De Brücke Verde. Wouter Fabri in 2000. Heel leuk, Big Apple is helemaal overdekt, dus hij kan altijd draaien met regen, dus dat is wel gewoon leuk gedaan. Dan hebben we de botsauto's nog een carousel nog. Ik moet wel zeggen, qua onderhoud mag hier wel een puntje bij opgezet worden qua attracties. Attracties zien allemaal best wel verwaarloosd uit eigenlijk een beetje. Eigenlijk alleen de TNT train is natuurlijk splinternieuw, die ziet er gewoon keurig uit. En Rusland ziet er ook netjes uit. Maar verder is alles wel een beetje gehavend eruit. Met name deze Big Apple. Maar gewoon een TLC'tje heb ik hier. Rusland tegen ziet er wel netjes uit. En nog een dingetje over Italië. Je hebt hier allemaal van die staantoilets. Dus als je naar de wc moet, dan moet je staan. Nou, mij niet bellen. Ik kan niet staan poepen. Dus gewoon naar een normaal evenementtoilet gaan. Dan ga ik gewoon daar naar de wc anders. Of in het hotel zelf. Maar hou er rekening mee in Italië dat je over moet gaan staan. Nou, mij niet bellen. In ieder geval ligt gelijk naast de grote weg, zoals je ziet. En hier aan de achterkant heb je de laatste attractie alweer. Zo groot is het namelijk niet. Dan heb je nog een lokvloempje. Een kermismodel. En zo te zien dezelfde als wat Drievliet heeft, dus... Hetzelfde model. Mijn slaakhoven vandaag komen alleen voor de achtbanen. Dus ik ga nog even helaas nog een drie kwartier wachten nog tot de achtbanen open gaan. En de hoop blijft het droog. Want anders gaat het misschien niet open. Dus even afwachten, dan neem ik jullie zo mee op de onrides hier op de twee achtbanen hier Pombia Safari Park. Een tweede rondje gratis. Nou, dat is super aardig van de mensen hier. Ik vind verder de personeel niet aardig hier. Ze zaten namelijk te zeuren dat ik toch de volledige intrek moest betalen. Wel een dingetje. Volledige intrek kost €26. En dan krijg je twee gratis ritten erbij. Dus je kunt dan twee achtbanen wel doen. Dus het kost €26. Kost een safari pak ze er ook bij dan. Alleen kan het te laat achter. Dus ik doe nog de achtbaan. Ik krijg nog een gratis ritje op deze achtbaan. Dat is een leuk achtbaantje moet ik zeggen. Technical Park. Ik moet zeggen, die eerste helix hier onderin doet een beetje denken aan een Jetstar. Best wel een stevige helix. Een beetje flink op je stoel gedrukt. Maar best wel een leuke achtbaan dit typetje. Best een leuke toevoeging voor de kinderparken. En mooi ding. Gewoon door naar de Big Apple. Want het gaat ook met regenen. Ik vond een paar druppels al. Dit is ook als eerste, wat is er niet overdekt. Voordat het straks niet open gaat. Ik weet trouwens wel dat hij echt super langzaam het station in gaat. Echt ongelooflijk langzaam. Verschrikkelijk. Maar aardig voor de mensen een ritje gratis mag doen. Goed door naar de Big Apple. Op naar de Brücke Verde, of hoe je het mag spreken.
elke land heb je een andere benaming voor de Big Apple. Frankrijk is dat Broek Amela of zo, en hier heb je Broek Verde, en anders weer dat. En Pomiel, of La Pomme, weet ik van allemaal. Eén noemen we gewoon Big Apple. Die gaan we nou maar eens even gauw doen. De Big Apple van het park. Dat was de Big Apple. Het begint nu net te druppen, dus net op tijd. We gaan gewoon naar de auto toe en dan gewoon door naar het volgende parkje. Verder Pomje Safari Park. Ik heb de Safari Park nog niet gezien, maar volgens mij is het best wel leuk. Het is inderdaad hetzelfde idee wat ik al zei van Kroeterborg, Safari als Toekenborg. Een beetje die gelijkenis is het park. Nou, Technical Park, echt een leuk achtbaantje moet ik zeggen wel. Een TNT train, dat is wel leuk. Maar die Big Apple is echt al een oude meuk. En het is echt, kun je wel zien in de baan, al zei al. Slecht onderhouden. En ze moesten ook echt aandrukken om op de lift te krijgen. Zo. Dus er zit genoeg al. Ik moet zeggen dat veel Big Apples dat hebben. Ik moet zeggen wel, de SPF Visa Big Apples zijn vaak nog wel wat betere kwaliteit. Nog. Met name die Fabrice en zo. En in Guur van Amusement zijn wel wat matig vaak. Maar plus thema, zo is het maar weer net. Hier in het Pomme Safari Park. Ik ga gewoon naar het volgende parkje, dus like, abonneer deze video eventjes. Zet een belletje van, dan mis je nooit video van de rollercoasters. Vanuit Safari Park Pombia, hier vlakbij Milaan zeg ik, tot de volgende video.